Nieuwsblad transportverslaggever multimedia Miek Rob McCoy in gesprek met Erik van Emden, de reder van het schip. Vertelt u. Ja, u vaart hier op natuurlijk op boot. Ja, staat de bedoeling op. Nou ja, wij zijn door een havenbedrijf benaderd voor dit schip om rondvaart te doen voor het publiek, voor dit bijzondere project. En ook voor de relaties van het havenbedrijf en de aannemers en de groepen geïnteresseerden om hier rondvaart te gaan doen. Aha, maar ik als geïnteresseerde kan gewoon een kaartje bij u kopen en hier een rondvaart? Ja, dat gaat allemaal via Futureland. Futureland doet de boekingen. Je kan via internet www.futureland.nl kan je zo boeken voor rondvaart. Die hebben een bepaald rondvaartprogramma op 5 dagen per week. En daarnaast is het schip geroepen met speciale mensen ook te boeken. Oké. Tot hoeveel? Hoeveel mensen kunnen hier aan boord? Nou, de maximale capaciteit van de navigator is 75 personen. Maar als er een gezelschap is wat ook een lunch gaat gebruiken, of een IT of een idee, dan zakt de capaciteit zo naar 40, 45 mensen. Ja. Maar gewoon voor mensen die een uurtje meevaren, is de maximale capaciteit 75 mensen. Ja, het leuke is natuurlijk dat je het contrast hebt tussen hier nieuw land, nieuwe terminal, ja, en een boot uit. Het is een oud heveer. We hebben een zijn natuurlijk jaren geëxporteerd. Ja. Ja, als ik dat nou zo zie als eigenaar, ik ben natuurlijk trots op het schip. Ja, dat is een mooi schip. Ja. En dan komt het echt op mij over als een soort van romantische parel in een heel stoer gebied.